Goedenavond, welkom bij weer een uitzending van Sport bij Nederweert 24, het sportprogramma voor Nederweert. Vandaag hebben we als gast Sam Schreuder, holstoeltennisser en woonachtig in Ospol. Sam staat aan de top van de wereldranglijst en met hem praten we over zijn sportieve carrière, maar zeker ook over zijn beperkingen. We gaan snel aan tafel. Sam Schreuder, welkom bij deze uitzending. Dankjewel. Fijn dat je tijd hebt kunnen maken om, uh, om te komen. We gaan allereerst beginnen met, uh, met tien stellingen. Okay. Uh, mag één keer passen. <laughs> Oké. Okay. Dus Kijk okay. goed naar ja. wat en hoe je antwoordt. Gelene of ospel? Ospel. Groente of fruit in je nieuwe tuin? Fruit. David Wagner of Niels Fink? Niels Fink. Roger Federer of Rafael Nadal? Roger Federer. Roger Federer of Medvedev? Medvedev. <laughs> Didier de Groot of Esther Vergeer? <laughs> Didier de Groot. Enkelspel of dubbelspel? Uh, dubbelspel. Olympische Spelen winnen in het enkelspel of de Golden Slam? Spelen in het Engels spel, winnen, ja. Gijs of, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Yejin. <laughs> Pas. Pas? Ik had het verwacht. Zelf brood bakken of naar de bakker in Ospel? Zelf brood bakken, ja. Korea of Canada? Oh... Wow. <laughs> Korea. Dankjewel. Sam, geboren in Geleen in 1999. Uh, waarom nu Ofpol? Uh, ja um, ik denk toen ik begon te kijken uh, om voor mezelf iets te zoeken um, was eigenlijk Maastricht mijn eerste, mijn eerste keus uh, 2021 heb ik daar een jaar gewoond um, dus daar had ik wel al ervaring 2000, ja, na, na een jaar ben ik het, naar mijn ouders gegaan toen na een tijdje had ik nou, toch wel vrij snel het idee dat ik toch voor mezelf uh, iets wou zoeken. Uh, van recht was mijn eerste keus. Nou ja, daar was alles toch best wel uh, behoorlijk, uh, behoorlijk duurder dan, uh, nou, dan wat ik kon betalen. Dus um, het eigen rond gaan zoeken um, uh, en ja, hier familie in de buurt. Dus daarom uh, toch hier, uh, hiervoor gekozen. Oké. Okay. Ja. Okay. Wie, je neef hoorde ik? Mijn neef, ja. Ja, het, ja het ligt hier uh, redelijk centraal. Ja. Uh, van mij uh, naar waar ik train is uh, iets dichterbij dan vanuit Geleen. Uh, natuurlijk vaak naar, uh, naar Scheppel, wat ook ja. weer een stukje dichterbij is. Het ligt iets centraler dan, uh, dan Geleen. Uh, ja, rustige locatie, wat ik ook al prettig, uh, prettig vind. Veel groen om mij heen. Dus. Oké. Okay. Ja. Kan je jezelf heel kort voorstellen? We krijgen dadelijk nog een heel lang gesprek, gaan we vanuit. Maar een <laughs> korte voorstelling van, uh, van jezelf. Ja, uh, ik ben uh, Sam Schroeder, uh, 23 jaar. Professioneel tennisser. Uh, geboren met split hand split -foot syndroom, uh, Toen ik 18 was, ik uh, gehad. En uh, sindsdien met een ileostoma. Oké. Okay. Ja. Ja, je zei het zelf al, ik moet het even voorstellen: split hand split -foot syndroom, <laughs> uh, Elke hand uh, heb je maar één vinger. Ja. En je voet heb je alleen de buitenste twee tenen. Ja, ja dat klopt dus ik met z'n aan mijn voet eigenlijk de hele, de hele middenvoet. Uh, en mijn handen met z'n knaad ook bijna al mijn uh, vingers. Ja. Mm -hmm. ja. En je zei voor de uitzending, dus je bent er pas achter gekomen dat je moeder een, een, een gen had wat uh, fout was? Ja, en een aantal jaar geleden uh, ja, heb toch veel onderzoek gehad uh, in het, in het uh, ziekenhuis in Maastricht. Veel genetisch onderzoek uh, gedaan. Uh, en uiteindelijk kwam ze ernaar nou achter dat er bij mijn moeder een uh, fout in de gen zat. Uh, wat bij haar toch maar niet tot uiting is gekomen, maar dat wel na dus doorgedragen. Ja. Oké. Okay. Ja. En je hebt twee zussen. Uh, je jongere zusje heeft uh, dezelfde aandoening ja. en je oudere zusje uh, Die heeft gevaard. dat wel niet niet. Uh, ja. Uh, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Okay. Uh, ja. Tot je achtste kon je vrij normaal alles, uh, alles doen, uh, las ik. Uh, ja. Waarom tot je achtste wel en daarna niet meer? Uh, ik denk dat met name kwam door, uh, nou ja, door het groeien op dat moment, door zwaarder worden. Um, en dat mijn lichaam het eigenlijk niet uh, steeds minder goed aan uh, aankon. Um, ja, gewoon sneller vermoeid raken, sneller pijn krijgen aan, uh, aan mijn botten. Uh, en aan mijn gevrechten met name. Um, dat had met name gewoon door de groei uh, rond die periodes gekomen. Kon je daarvoor alles? Kon je tot je achtste gewoon voetballen, uh, buiten spelen? <laughs> uh, ja, op zich, op zich wel. Ik uh, denk voetballen, misschien twee lessen gehad en dat was niet... Uh, niet mijn, het uh, niet. <laughs> niet mijn sport, nee, nee. En ik heb ze niet mee begonnen, maar nee. dat was niet mijn, uh, niet mijn sport. Maar tot die tijd kon ik eigenlijk gewoon, vrouwen alles. Uh, gewoon op vakantie uh, in de bergen en uh, gegaan toen ik echt nog heel jong was. Dus dat kon, uh, kon toen nog wel, ja. ja. Tot je 16 en maar liefst 30 operaties gehad? Ja, en hij had heel veel uh, operaties als kind uh, gehad En eigenlijk proberen zoveel mogelijk uh, functie met name uit mijn handen. Te krijgen uh, en um, ook heel veel operaties gehad aan mijn voeten om daar eigenlijk mijn, de twee tenen die ik heb, die groeien eigenlijk naar binnen toe uh, of naar, naar elkaar toe. Dus die hebben ze een aantal keer geprobeerd uh, recht te zetten. Uh, vrij, ja, vrij, vrij grote operatie zo buiten eigenlijk gewoon je botten er nog mee zagen, alles recht zetten met wat pinnen door doorheen en dan hopen dat het uh, na zes weken uh, weer vast is gegroeid en dat het dan zo blijft. Um, nou ja, dat hebben ze denk ik vier keer geprobeerd. Oh. En dat is helaas niet, uh, niet, niet gelukt uiteindelijk, maar aan mijn handen ook uh, veel geprobeerd. Um, ze had veel met name geprobeerd om een om, om functie uh, te vergroten. Um, maar dan had ja veel als kind uh, heel erg veel aan het ziekenhuis gelegen. Ja. Ja. Maar wat wat je gezegd, jij weet eigenlijk niet beter. Jij weet niet anders dan leren nee. met, je, met je beperking, toch? Ja, nee, nou, voor mij en dat als kind, uh, nou, ik ben hier mee geboren, dus ik, ik weet nou, niet, niet hoe het is om bijvoorbeeld vijf. Vingers aan elke ja. hand te hebben. Um, die, die functies die je dan hebt, die, die heb ik nooit gehad. Um, dus voor mij ja, kan ik eigenlijk gewoon alles, uh, alles doen, eigenlijk wel zo'n beetje. Ja. 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 zijn er echt medische specialisten voor deze beperking? Uh, ja, niet specifiek voor deze beperking. Er zijn natuurlijk wel hand-, hand en voetspecialisten of de specialisten um, en ja, in Maastricht is wel heel groot onderzoek, uh, langdurig onderzoek gedaan inderdaad door, um, uh, ja, de do door dat dokter die uh, genetisch materiaal hebben hebben bestudeerd. Uiteindelijk, um, eigenlijk pas toen ik, volgens mij twaalf was, toen kwamen ze dat pas achter dat ik inderdaad het split split syndroom had. Dat was toen pas officieel bevestigd. En dan een aantal jaar later daarna uh, is dat nou bevestigd dat het uh, het gen eigenlijk via mijn moeder. Uh, is, uh, is overgenomen, ja. Okay. ja. En op je elfde koos je voor het uh, rolstoeltennis. Hoe ja. kwam dat zo? op je meer sporten uit geprobeerd? Ja, je daar ja. Bij het, uh, ja meer sporten. Ik, eigenlijk toen ik elf was, uh, rond die periode, heb ik eigenlijk voortdurend in een rolstoel gezeten. Um, en toen, nou, toen sportte ik niet veel. Uh, ik ging wel naar school, maar dat ja, sportte ik niet. Um, en toen begon ik langzaamaan wel wat steviger te worden. Uh, dus toen ja, wouden mijn ouders toch wel dat ik iets uh, fysiek uh, van inspanning ging doen. Dus toen ben ik uh, bij Hoensbroek, uh, bij het revalidatiecentrum, mm -hmm. uh, langs geweest. En daar heb ik verschillende sporten uitgeprobeerd. Uh, uiteraard rolstoeltennis, uh, handbiken, uh, uh, rolstoelhockey, basketbal. En eigenlijk vanaf de eerste les ben ik met Rosso tennis verder gegaan. En nu nog steeds met dezelfde coach uh, vanaf dag één. Joop Broens? Ja, Joop Bruns ja. inderdaad. Vanaf de eerste les al, uh, ja. Maar vertel eens over hem, want hij is wel een belangrijk persoon in je leven, denk ik, hè? Ja, zeker. Ik denk dat ik Joop de laatste jaren meer heb gezien dan mijn, uh, dan mijn ouders, eigenlijk. Um, ja, we werken nu eigenlijk al, al, 13, jaar, uh, al 13 jaar samen. Um, eigenlijk me alles geleerd over tennis, wat er te leren is. En daarbuiten eigenlijk nog veel meer over, over het leven. Genieten ja. van, uh, van wij op dat moment uh, in de hele weg naar, zeg maar, naar, naar de Spelen toe. Uh, dat je gewoon moet genieten van de hele weg ernaartoe. Ja, uh, ja Joop. Hij heeft echt zoveel ervaring met rolstoeltennis. Hij kan al vanaf 2005 volledig gefocust op tennis. Was hij daarvoor uh, een uh, normale tenniscoach? Ja, daarvoor heeft hij altijd gewoon spelers uh, gecoacht. Um, eigenlijk, ja, vanaf 2005 heeft hij volledig zich volledig uh, gefocust op rolstoeltennis. Dus ja, ik denk dat, dat hij zowat de meeste ervaring heeft van alle coaches. Uh, en, uh, en dat we ja, mede daarom eigenlijk gewoon zo ver uh, zijn gekomen tot nu toe. Maar, en goed, er komen later uiteraard ook nog op op de Olympische Spelen, maar als jij met... Uh... Nederlandse ploeg mee moet, dan zal hij je niet mogen begeleiden, of wel? Uh, vanuit de Spelen mag hij wel mee als coach. Uh, dan krijgt hij ja, een speciale accreditatie vanuit uh, okay. NSF. En vanuit de KLTB uh, krijgt hij nou een speciale accreditatie daarvoor... ...om uh, mij daar te mogen begeleiden. Maar in wezen ga je dan als land. Uh, hij moet daar ook dan de, de nationale kleding aan... En ja. uh, nou dan kom je ergens voor je land, zeg maar, kom je daar op uit, ja. Met zo'n Davis ja. Cup, die zullen jullie ook hebben, denk ik. Zit hij wel op de, ja. op de coachstoel dan, of zit hij dan op de tribune? Uh, nou, we hadden toevallig vorige week eigenlijk onze versie uh, van, de, van de Davis Cup, de World Team Cup is dat dan. Ja. Uh, gewoon één week waarin we uh, ja, elke dag tegen landen spelen. Um, en da daar was hij niet bij. Um, daar ging dan wel de bondscoach mee en we hadden eigenlijk een heel team van 20 uh, spelers. 20 uh, twint, ja, leden in totaal, uh, spelers en uh, and, and coaching staf en fysio en en dat soort dingen hadden we mee. Het waren vier teams, de mannen, de vrouwen, de junioren en dan ook de, de quad waar ik dan in speel. Um, daar was hij ja, daar was Job dan niet bij, maar dat was wel een groot, uh, groot team. En dan zijn we ook uh, wereldkampioen geworden voor de, voor de derde keer op rij. Netjes. Dus uh, ja, ja, dus dat uh, Davis Cup inderdaad ja, als ons Davis Cup eigenlijk. Dus uh, Oké. Okay. Spelen we ook, ja. En voor de rest begeleidt Joop jou ook met die toernooien. Hij gaat altijd ja. mee eigenlijk. Ja, hij gaat eigenlijk met alle andere toernooien. Ik speel ongeveer 16 toernooien per jaar. Daar gaat hij overal, uh, overal mee. Ja. Ja. En je had het net al over, de, over de quad. Uh, uh, kan je uitleggen wat quad rolstoeltennis uh, ja. anders is dan het normale rolstoeltennis? Ja, je hebt eigenlijk, allereerst, maar om gewoon in rolstoeltennis te spelen, moet je eigenlijk een beperking hebben aan je, aan je benen. Uh, een reden waarom je in een rolstoel zit, uh, waarom je niet staan zou kunnen tennissen. Um, daarnaast is de quad -categorie eigenlijk voor mensen die buiten die eerste beperking nog een tweede beperking hebben. Dus zoals ik met, met ja, dat ik toch wel een beperking aan mijn handen heb, of spelers die bijvoorbeeld een heel hoge dwarsleeftijd hebben, waardoor ze hun armen minder ver op kunnen tellen. Of mensen die spierverlies hebben. Um, eigenlijk mensen die, die naast de beperking of naast de, ja, de beperking waarom ze in een rol zitten, nog een extra beperking hebben aan hun handen okay. of, of armen bovenlichaam. Ja. En jij uh, speelde eerst met een soort uh, tape of bandage om je, om je hand, maar nu is er ja. een op maat gemaakt, uh... ja. iets waar je mee kan spelen? Ja, ja nou, toen ik begon met, uh, met tennis 13 jaar geleden toen, uh, nou ja, Joop, die, mijn coach, die had eigenlijk ja, wel, wel, wel zo'n dingen wel vaker gezien, maar zelf geen ervaring mee gehad. Um, dus de eerste keer probeerde ik gewoon zo te slaan, nou ja, dat, dat ik veel meteen uit mijn handen natuurlijk. Um, eigenlijk, Daarna zijn we een aantal jaar geprobeerd met gewoon het rekens vastpakken. En dan gewoon een rol hem te draaien totdat het gewoon uh, het vast zit. Maar um, nou ja, dat heb ik toch wel een aantal jaren 6, 7 uh, jaar volgehouden. Um, en sinds een aantal jaar uh, speciale sportbrace laten ontwikkelen. Um, dat is meestal ook bijvoorbeeld Geleen. Die hebben ja, die, die gewoon een hele, vanaf het begin meteen een hele brace, uh, vanuit niets ontwikkeld. Eerst een hele mal gemaakt met gips. En dan daar uh, uiteindelijk nou ja, gewoon een hele mooie prees van gemaakt. Die gewoon, dat is gewoon een harde schaal die op het het vast zit geboord. Met een paar schroeven. En ik hoef eigenlijk alleen maar mijn hand in te stoppen en met klittenband uh, aan te draaien. En dan uh, aan te strekken en dan zit het gewoon volledig vast. Wat een gemak denk ik, of niet? Dus dat, uh, ja, zeker. Zeker. Dat is voor mij eigenlijk perfect. Want die tape, uh, die, die ja. gaat ik loslaten tijdens de wedstrijd, of niet? Ja, die tape moet je nou tijdens de wedstrijd opnieuw uh, voor een deel vastmaken. En dat kon ik zelf ook niet doen. Um, dat moest mijn coach altijd of mijn ouders moesten dat altijd inderdaad doen. Um, terwijl ik nu met, met, ja, met, met die prijs kan ik gewoon alles zelf doen. Dus die, die vrijheid was er ook in één keer. Um, en het, het is veel comfortabeler. En het, het, ja, je hebt ook gewoon een voordeel als je het altijd dezelfde stand hebt. Ja. Terwijl met die tape, dan moet je toch het vastpakken. Ja. Als je het tape en het zit niet goed, dan heb je ja. <laughs> dan heb je pech. Ja. Ja. Uh, dan kan je of opnieuw gaan tapen of je moet er uh, op dat moment mee omgaan. Uh, maar met de prijs heb je gewoon altijd volledig dezelfde, dezelfde stand. Ja. Want zijn er meer mensen die dezelfde ja. beperking hebben als jou? concurrenten? Uh, nee, ik ben eigenlijk de enige die op uh, dat die moment uh, met zo'n breed speelt. Een uh, aantal spelers die aan ja, het nog tapen. Een uh, aantal spelers die ja, ook een andere beperking hebben van hogere dwarslezies. Um, maar eigenlijk ben ik inderdaad de enige die echt zo'n speciale prijs heeft. En Moet ja. dat goedgekeurd worden door de tennisbond, zo'n brace? Um, het is niet los goedgekeurd, maar er zijn wel bepaalde regels waar je, je aan moet houden. Ja. Um, dus als je echt iets, iets doet wat niet zou mogen, dan zullen dat waarschijnlijk spelers snel genoeg uh, het, uh, aan de bond uh, uh -huh. of uh, een internationale tennisfederatie melden. Ja. Oké. Okay. Ja. Um. Je brace is gemaakt door Smeets uh, Loopcomfort, een van je sponsoren. Vertel eens wat over je andere sponsoren, want het zal natuurlijk een dure aangelegenheid zijn, dat reizen over de wereld. Ja, zeker. Zeker, ja. Nee, nou, de tennis kost uh, natuurlijk... Ja, het is natuurlijk duur uh, privésport. Uh, ja, over de hele wereld, uh, zeker met alle vluchten tegenwoordig, is uh, ja. ontzettend... Uh, ontzettend duur de inflatie graag, met name de vluchten voor ons. Um, nou ja, eigenlijk bijna, bijna gewoon verdubbeld, sommige vluchten, eigenlijk, ten opzichte van de laatste twee jaar. Um, ja, sponsoren heb ik echt wel nodig. Uh, um, <laughs> um, ja. Uh, met name uh, uh, de familie Gubbels. Die, uh, die zijn eigenlijk mijn grootste sponsor. Uh, um, zonder hen zou ik echt uh, zeker niet uh, kunnen, kunnen tennissen. Wat hebben zij een zaak? Uh, Dat zou je niet staan? Het is gewoon een familie die jou. Uh, nee, het is een familie uh, die een aantal jaren uh, geleden. Uh, die zijn begonnen met, uh, met het bedrijf MediReva. Uh -huh. Um, ...waar ik ook een aantal uh, stoma van, uh, van geleverd krijg. Um, ja, een aantal jaar geleden op, op, een, op een evenement uh, um, kennis leren maken. Um, en eigenlijk sindsdien, uh, ze zijn eigenlijk mijn grootste sponsor. Um, Daarnaast nog een andere sponsor, uh, Lonza. Um, ja, Lonza is eigenlijk voor mij ook heel belangrijk, omdat het... Uh, ...ze maken heel veel verschillende medicijnen ook... Uh, uh, ...vaccinaties, maar ook uh, uh, medicijnen tegen kanker. Um, wat voor mij natuurlijk ja, met mijn geschiedenis mm -hmm. uh, eigenlijk mm -hmm. daar die connectie uh, is. Um, ja, eigenlijk gewoon een aantal sponsoren, balansfacilitair... Um, ...die, uh, die ook, uh, ja, gewoon heel, ook zeker hier in de regio veel, uh, yeah. veel doet. En ook ja, gewoon mensen aannemt die eigenlijk geen uh, zeg maar traditionele banen... Um, um, kunnen, ja, kunnen, kunnen hebben die dan toch op een bepaalde manier uh, in de samenleving uh, ja. uh, uh, dingen kunnen doen uh, en dat wil ik ook eigenlijk laten zien dat ik alles uh, ondanks mijn beperkingen in die zin dat ik eigenlijk gewoon alles kan doen wat ik, uh, wat ik zou willen maar um, zonder sponsoren zijn er voor mij ja zonder sponsoren zou ik eigenlijk nooit, uh, nooit Logisch, kunnen, nee. kunnen, kunnen, kunnen betalen kan ik, zou ik er nooit van kunnen leven ja. nee, nee. En je gaf het net zelf al aan. Uh, met alle ongemakken kreeg je ook nog eens kanker. Ja, ja. En uh, uh, toen ik net 18 was, eigenlijk de week, uh, ja, een week nadat ik 18 werd, uh, toen, in uh, nou ja, het ziekenhuis opgenomen, uh, omdat ik eigenlijk, ja, eigenlijk, al een paar weken niet, niet echt naar de wc kon, uh, wat daar met name <laughs> darmklachten had. Um, uiteindelijk in het ziekenhuis heel veel onderzoek gedaan. Um, en ja, na uiteindelijk niet echt te weten wat er aan de hand was, een scopie gedaan. Um, een colonoscopie. En daar zagen ze eigenlijk meteen uh, aan het begin van mijn darm zeg maar, een, uh, een, tumor, een best wel grote tumor zitten. Um, nou ja, op dat moment is het natuurlijk gewoon... Uh, ja, ik moet eerlijk te zeggen dat het voor mij een beetje een wazig, uh, wazig uh, verhaal is. Um, maar op dat moment is eigenlijk gewoon meteen alles in actie zetten uh, Afspraken bij de oncoloog, bij de radioloog, um, diëtist, dat soort dingen allemaal meteen in actie gezet. En eigenlijk binnen een paar weken zat ik al aan de, aan de chemo en de bestraling. 25 dagen lang uh, elke dag chemo en bestraling gehad. Um, toen een paar maanden, eigenlijk rond de kerst, een paar maanden even rust gehad om mijn lichaam te laten herstellen. En toen maart 2018 uh, een operatie, waarbij ze eigenlijk mijn hele dikke darm hebben verwijderd. En, uh, en uh, sindsdien heb ik ook een ileostoma. Ja. van de, van de dunne darm. Ja. Waar ik uh, ja, sindsdien uh, permanent uh, mee leef. Ja. Hoeveel pech kan je hebben? Ja, toch? <laughs> ja, ja, ik denk dat de kans groter is dat je de loterij wint dan ja. uh, <laughs> dat je dit allemaal bij elkaar uh, hebt. Maar ja, ik, je helemaal uh, schoon? Ja, ja al, vijf, uh, al meer dan vijf jaar. Middels, uh, ja. En je blijft nog vijf jaar onder controle? Ja, eigenlijk uh, officieel inderdaad, uh, nadat je vijf jaar schoon bent, dan, uh, dan zeggen ze eigenlijk, ja, de kans is vrijwel nul dat, je, dat er nog iets terugkomt, dus dan stoppen ze met de controles. Uh, maar bij mij, omdat ik op zo'n jonge leeftijd al dan kanker heb, uh, heb gehad, um, zeggen ze eigenlijk, ja, je kan het beter gewoon je hele leven lang elk jaar controle hebben. Ja. Um, natuurlijk is het vervelend om iedere keer dat uh, proces door te gaan, maar dat is natuurlijk meer dan. Uh, meer dan waar, op het einde van de dag stelt ja. er ook niet heel, veel, uh, niet heel veel voor en dan, dat geeft gewoon heel veel rust, dat ja. je gewoon weet Zo dat je, weet. je elk jaar onder controle bent ja. en dat, uh, mocht er iets terugkomen dat je er gewoon meteen uh, bovenop zet, ja. 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 Nou, in 2015 speelde je je eerste internationale toernooi. Ja, dat klopt. In 2016 won je meteen je toernooi in Frankrijk. <laughs> Hoe was dat? Ja, heel, heel bijzonder. in um, ja, 2015 voor de eerste keer in de buurt van toernooi, toernooi gespeeld. Um, begon eigenlijk bij de, bij de gewone mannen, de open categorie. Um, en dan vrij snel had ik me laten keuren toen. Uh, binnen de quad-categorie. Uh, en had in 2016 in Frankrijk mijn eerste, uh, eerste toernooi gewonnen. Um, ja, dat was, was, was heel bijzonder voor mij. Omdat ik ja, toch wel al een, een aantal jaar natuurlijk uh, uh, speelde. Het uh, toernooi uh, ging steeds beter in die periode. Eigenlijk gewoon iedere keer kwam ik weer een ronde verder. En waren er duidelijk stappen die ik, uh, die ik zette in de training en de wedstrijden. En toen dat ja, de toernooi wens, dat is natuurlijk gewoon de ultieme beloning ja, op dat moment ja. om, uh, om, uh, om zo'n traject mee af te sluiten. En, uh, en ook gewoon heel veel motivatie uh, voor de toekomst uh, te geven. Ja. Maar dat was een ETF-toernooi. Ja. hè? Ja, uh, je ja. hebt ITF 1, 2, 3. Ja. Uh, dan heb je de Soort Masters. Ja, je hebt inderdaad de ITF. De, de eigenlijk vanaf, vanaf laag niveau naar boven is ITF 3, mm. 2, 1. En dan heb je de, uh, de Super Series. Dat is eigenlijk te vergelijken met een ATP uh, Masters, ATP mm. 1000 toernooi. Uh, en dan heb je inderdaad nog de keer Slams. Um, en inderdaad, het eerste toernooi wat ik gewoon was na de ITF 3, uh, 3 toernooien. Ja. Ja. En ik zag in je, in je resultaten dat je uh, af en toe nog een ITF 2-toernooi uh, speelt. Jij mag een maximaal aantal ITF 2-toernooien spelen per uh, jaar? Um, ja, ik denk dat ik wel drie mag spelen. Mm -hmm. um, ik speel eigenlijk inderdaad, uh, met name uh, ja, sowieso de Grand Slams en de vijf of zes Super Series in een jaar. En meestal ligt daaromheen me nog een ITF 1 of een 2 als voorbereiding. Uh, en die speel ik dan ook, ja. ja. En je gaf straks aan dat je liever dubbelt dan enkelt. Waarom ja. is dat? Uh, ik denk dat dat dubbelspel in het algemeen gewoon veel, veel leuker is om te spelen. Uh, ik denk dat het enkelspel wel belangrijker is voor mij om, om te winnen. Maar dat de dubbelspel eigenlijk altijd wel gewoon een heel leuke wedstrijden zijn. Uh, samen met Niels het loopt het gewoon altijd goed. Uh, gewoon veel. Uh, ja, gewoon heel, heel relaxed spel samen. Heel aanvallend en actief spelen. Wat gewoon heel leuk is. Uh, en het gaat altijd gewoon heel goed. Altijd, uh... Tot nu toe, de uh, laatste, uh, laatste twee jaar bijna niks uh, verloren eigenlijk, dus uh, het is gewoon altijd heel leuk. En maar Niels is landgenoot, hè? Gewoon uh, relaxed voor de, voor de single, ja. Maar, ja, ja. maar ook een grote concurrent voor de wereldganglijst. Ja, zeker. Zeker. Ja, in de dubbel zijn we gewoon een heel goed koppel samen, een heel goed uh, team. En in de single zijn we eigenlijk ook als tekst, uh, concurrenten, ja. ja. Kan dat samen? Blijkbaar, uh, blijkbaar wel, ja. ja. Nee, we vinden het op zich heel goed samen. Uh, in de dubbel, ja, wat ik net zei, altijd gewoon heel leuk, uh, relaxed. Um, en dan spelen we vaak na het, een dubbelfinale en de dag daarna, of soms dezelfde dag, spelen we nog in één keer een singelfinale of andersom. Uh, en dan moet je toch wel in één keer om, om, uh, om kunnen schakelen. Ja. Uh, en dat loopt eigenlijk wel goed. Uh, natuurlijk de eerste keer was dat misschien even wennen, maar yeah. nu inmiddels uh, ja, weten we allebei ook gewoon die klop wel, uh, wel om te zetten. Ja. En is er ook een vriendschap bij ontstaan? Ja, ja, we zien elkaar eigenlijk niet, uh, buiten het opleiding niet. Vrijwel niet. Um, he maar heel af en toe dat we samen trainen. Uh, maar op dat toernooi hebben we toch wel ja, veel tijd uh, dat we samen spenderen. Om, uh, maar hoe gaat dat tijdens die toernooien? Je hebt uh, een aantal wedstrijden. Een toernooi duurt misschien een week, twee weken in Grand Slam. Denk ik. Ik weet het niet hoe dat is bij jullie. Ja. Wat doen jullie uh, buiten de trainingen? Uh, ik, nou ja, eigenlijk Meestal heb je twee of drie dagen voor een toernooi waarin je echt elke dag kan trainen. Uh, en als het nooit eenmaal bezig is, is het eigenlijk op de dag van een wedstrijd, uh, nou ja, gewoon ontbijten en inspelen, wedstrijd spelen en daarna is eigenlijk gewoon zo snel mogelijk uh, of het of naar de visio gaan of naar de masseur gaan, eieren terugtrekken en zoveel mogelijk uh, uitrusten. Um, dus ik doe eigenlijk op toernooien ook niet veel uh, buiten, buiten de wedstrijd spelen. Dat is dat niet bezichtig bijvoorbeeld? Uh, nee, meestal is daar ook geen tijd voor uh, of geen energie voor, allebei. Um, eigenlijk probeer je zoveel mogelijk uit te rusten voor de, voor de volgende wedstrijden, ja. Want hoe zwaar is zo'n wedstrijd? Ja. Ik kan me voorstellen hoe een normale tentenwedstrijd is, maar... Uh, met ja, nou ja, we spelen gemiddeld denk ik anderhalf uur per wedstrijd. Uh, dat kan natuurlijk soms drie kwartier, soms tweeënhalf uur. Mm -hmm. uh, dat verschilt, uh, verschilt natuurlijk heel erg, net zoals bij de valide. Uh, ik denk dat het net zo zwaar is. Uh, misschien nog wel zwaarder omdat je eigenlijk alles vanuit je bovenlichaam doet. Ja. Terwijl je bij de valide natuurlijk veel vanuit je benen doet en de rest natuurlijk het slaan vanuit je armen um, vanuit je bovenlichaam. Terwijl wij alles, het bewegen doen wij ook vanuit ons uh, bovenlichaam. Um, dus er komt daar gewoon heel veel, uh, ja, heel, heel veel bij te kijken, heel veel uh, spanning op, uh, op, je, op je schouders met name. Um, dus je probeert eigenlijk gewoon zoveel mogelijk rust te nemen buiten, uh, buiten de wedstrijd om. En train je veel kracht? Ja. ja. Ja, ik uh, tussendoor door, eigenlijk, ja, meestal gemiddeld vier keer per week uh, naar de sportschool. Inderdaad, uh, daar uh, volledig uh, begeleiding ook, fysio uh, uh, en ook... Ja, fysio uh, um, ja, en, en uh, sportmasseur ook uh, elke week wel, uh, om alles goed, uh, goed te onderhouden, ja. ja. Heb je eigen mensen? Ja. Eigen begeleidingsteam ja. Ja, ja, eigenlijk fysio uh, slash fitness is één, uh, één locatie waar ik al, uh, ik denk al, uh, ja, al zeven jaar uh, naartoe ga. Dus die, die kennen wij inmiddels uh, door en door. Uh, ook wel heel veel ervaring met topsports met, uh, met handbal, een uh, aantal tennissers ook. Um, dus die hebben gewoon heel veel ervaring met, uh, met tennis. Sinds um, een aantal jaar ook naar nou, de eigen mental coach. Uh, eigenlijk sportmasseur, dus eigenlijk heb ik gewoon een heel team om me heen uh, waarvan ik weet dat ze gewoon, uh, gewoon goede kwaliteit kunnen leveren aan gewoon tennis specifiek, gewoon uh, heel gericht. Uh, de mental coach Frans Volkvocht? Frans Volkvocht, inderdaad. Uh, die begeleid je ook uh, één op één tijdens de toernooien of is het altijd uh, in Nederland? Uh, ja, hij gaat niet mee op toernooien, uh, maar hij kijkt wel zoveel mogelijk de wedstrijden die ik kan zien. Uh, en vaak tijdens de snor kunnen we ook altijd, uh, altijd bellen. En daarnaast uh, in Nederland zien we elkaar natuurlijk ook regelmatig. Uh, Hoe belangrijk is zo'n mental ja. coach voor je? Ik denk dat het vrijwel het belangrijkste is uh, nee? buiten, het, uh, buiten het tennis zelf om. Um, ik denk dat tennis gewoon een heel mentale, mentale heel zware sport is. Um, als je eventjes je focus verliest, dan... Uh, dan kan het gewoon een heel grote uh, gevolgen hebben voor je niveau in tennis. Um, of maar een bal een milliseconde te laten raken. Mm. En, uh, en hij gaat totaal aan de andere kant op, eigenlijk. Um, en ja, de, de emoties kunnen gewoon heel hoog oplopen. met de belangrijke wedstrijd. Dus ja, daar, daar praten we gewoon heel vaak mee. Um, heel vaak dingen die tijdens het toernooi gebeuren. praten we over. Um, ja, gewoon evalueren over hoe het toernooi is gegaan. en wat we de volgende keer beter kunnen doen. Maar um, dat is eigenlijk gewoon een weg die je gewoon oneindig lang doorloopt. die je gewoon. Mm. Uh, je hele carrière uh, um, uh, blijft ontwikkelen. En daarna denk ik ook nog wel. Wat heb jij een eenzaam bestaan of een, of een geweldig, uh, geweldig sportleven? <laughs> uh, ik denk een combinatie van allebei. Um, als je een toernooi wint, dan heb je natuurlijk heel veel vrienden. Als je het toernooi niet wint, ja, dan, dan is het allemaal niet zo spannend voor de meeste mensen. Um, natuurlijk wel veel, uh, veel familie en vrienden om me heen die me, die me wel gewoon heel goed ondersteunen. Um, maar het tenniswereldje zelf is natuurlijk wel klein. En, uh, en eenzaam je bent natuurlijk toch elkaars concurrent uiteindelijk. Ja. Um, iedereen is er om te winnen, dus je gunt elkaar niet, niet heel veel. Logisch. Uh, ook logisch is ook niks mis mee op zich, uh, denk ik. Um, maar goed, af en toe is het wel, uh, wel eenzaam. En het, ja, je speelt toch iedere keer weer. Ondanks dat dingen natuurlijk op andere locaties over de hele wereld zijn, mm -hmm. is het toch weer. Nou ja, Vanuit huis, naar het vliegveld, ja. vliegen, uh, in een hotel, uh, naar de tennisbaan, op en neer. Nee. Uh, het is toch vrijwel hetzelfde deuntje eigenlijk iedere keer. Dan leef je in de uh, meest luxueuze hotels of is het uh, uh, vrij In al het algemeen de, denk ik dat de Grand Slams uh, het zijn altijd wel, wel goede hotels zijn. Eigenlijk hetzelfde als waar de valide spelers in zouden slapen. Uh, en Die krijg voor je? Deel, uh, ja, je krijgt voor een deel een vergoeding. Oké. Okay. Um, waarvan je dan het hotel kan betalen. Dus yeah. je zorgt wel altijd dat je inderdaad, stel dat je een vergoeding krijgt van 300 pond, dan heb je ook een hotel. Uh, waar, er zijn een aantal hotels waar je uit kan kiezen. En dan is het ook het goedkoopste dus mee is meestal dan inderdaad 300 pond en de duurste zijn soms wel 1000 of 2000 pond uh, per yeah. dag. Yeah. Ja, dat, daar zullen misschien de top-valide uh, spelers yeah. in slapen, maar wij, uh, wij niet. Um, en eigenlijk alle gewone ITF toernooien zeg maar, daar zijn hotels wel. Ook wel oké, okay, ja. Ja, okay. maar een andere klasse dan de, de Grenslams. En die betaal je dan zelf krijg je er ook een ja, voor? Ja, Ook zelf, ja. Uh, zelf eigenlijk um, buiten de Grenslamsom betaal je eigenlijk alles uh, volledig zelf. Ja. ja. Ik hoorde van je moeder dat je ook een vriendin hebt. Ja. Laura? Laura, ja. Hoe ja. belangrijk is zij voor jou? Ja, uh, ontzettend belangrijk ook. Nu, uh, uh, ja, bijna een jaren relatie. Uh, en ik merk dat ik het afgelopen jaar gewoon heel veel motivatie. Uh, terug heb gekregen wat ik een tijdje, een tijdje miste, terug heb gekregen um, om, uh, ja, gewoon de motivatie om, uh, om alles eraan te doen. Om, uh, om, uh, om toernooi te winnen, om Grand Slams te winnen, om uh, gewoon naar de toekomst uh, te bouwen uh, daarin. Uh, en het geeft me ook gewoon heel veel plezier ja. om, uh, om, als er bij een wedstrijd is, uh, om, uh, om natuurlijk gewoon het beste te laten zien wat ik, uh, ja. wat ik kan. Waar zelten ze je vaak? Uh, buitenlandse reizen, uh, of niet? Um, nee, ze is in uh, november waren de Smaart Wereldkampioenschap voor ons, de Masters. Uh, was in Nederland uh, voor de eerste keer in, in heel lang. Um, dus ja, dat, dat was natuurlijk een mooie, mooie, mooie eerste uh, testmoment om te kijken hoe dat, uh, hoe dat ging. Ja. Um, en dus voor de eerste keer ook meegeweest naar Korea en Japan in april. Um, en dat, dat was. Voor ons allebei gewoon heel leuk om, uh, om daar uh, nou ja, elkaar steun, uh, steun te ja. hebben uh, tijdens wedstrijden en trainingen. Uh, dat gaf me gewoon heel veel ontzettend veel motivatie om, uh, en ook gewoon heel veel plezier op de baan. Dat je weet uh, dat, 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 dat je naar elkaar zit te kijken. Ja. Dat maar dat, uh, ja. Want je noemde al Korea en Japan. Je hebt een fascinatie voor Korea. Ja. Waar is die vandaan <laughs> gekomen? Uh, geen idee. Die, uh, die vraag heb ik. Ja, toch wel regelmatig gekregen, maar eigenlijk heb ik nog geen, uh, geen antwoord op. Um, eigenlijk al mijn hele leven dat ik de Aziatische cultuur in het algemeen wel, uh, wel heel uh, interessant vind. Gewoon uh, in de levenswijze, de manier, uh, als ik op toernooi ben in Azië, um, valt het me wel heel erg op hoe, of het algemeen hoe, hoe relaxed iedereen is en hoeveel iedereen van de kleine dingen zeg maar, kan genieten in het leven. Uh, hoe vriendelijk iedereen is. Um, um, dus dat, dat heb ik eigenlijk vanaf jongs wel uh, wel gehad. Uh, ja, Aziatisch eten, Koreaans eten, Japans eten, altijd al, uh, al lekker gevonden. Zelf ook, uh, ik kook zelf ook heel graag, dus dat, dat soort dingen kan ik ook zelf allemaal thuis, uh, thuis koken inmiddels. Um, dus ja, voor mij was het ook gewoon heel leuk om daarop te nooien. Uh, ondanks dat je niet, niet heel veel vrije tijd hebt, dan was het ook wel. Ja, on, onbewust merkte ik dat ik gewoon heel relaxed uh, was. Ja. Dan, ja. Ja. Want je had het interview ook in het Koreaans kunnen doen, greep ik. <laughs> Misschien wel, maar dan zou je ook uh, Koreaans, Koreaans moeten spreken. hebben. Ja, spreken. Nee, dus, dat, uh, dat lukt niet. Um, je resultaten. Uh, je debuut op de US Open won je meteen. Dan uh, moet ik heel even ja. spieken. Twee keer winst je US Open. <laughs> twee keer winst Roland Garros. Eén keer winst Wimbledon. En de Australian Open. Wat ja. zijn je doelen nog? Um, eigenlijk het enige wat ik nog niet heb gewonnen is uh, de single van Roland Garros. Daar wel twee keer de dubbel al gewonnen. En uh, eigenlijk een ander doel wat voor dit jaar was, wat ik inmiddels wel heb gehaald, was op de Ashburn Open het dubbelspel. Uh, daar heb ik vorig jaar de single gewonnen en dit jaar ook de single. En vorig jaar de dubbelfinale gehaald en uiteindelijk in een daar heb ik die verloren. Uh, en dit jaar hadden we het uh, dubbel uh, met Niels samen gewonnen, um, dus die hebben we al van de lijst uh, kunnen strepen. Ja, ja. En het, ja, het andere deel wat er nog um, over is, is uh, het Roland-Gros de dus single, uh, single winnen. Die ga ja. je ja, nu winnen toch? Als het goed is wel ja, ja, zes zes ja is we zijn toch? hard op weg om, uh, om uh, ons voor te bereiden daarvoor. Vorig jaar eigenlijk ook gewoon een heel goede wedstrijd gespeeld. Um, Gerwel is niet mijn, uh, mijn sterkste punt, uh, zeker met mijn brace is het eigenlijk wel een vrij moeilijk uh, ja. ondergrond. Ja. Um, bij mijn grip waarin ik speel en als een bal zich in één keer verstuit, kan ik mijn grip er niet op aanpassen. Ja. Terwijl andere spelers dat wel zouden kunnen. Ja. Um, dus daar is wel duidelijk een nadeel, maar eigenlijk vorig jaar het finale was het eigenlijk gewoon een heel close wedstrijd. Dus uh, dit jaar gaan we gewoon nog één stapje erbovenop doen. Tegen Niels ja. verloren? Ja. Yeah? Ja? Ja. Ja, eigenlijk afgelopen jaar uh, en dit jaar hadden we natuurlijk ook altijd finales uh, tegen Niels gespeeld. En dus echt ontzettend uh, ja, stelwitje wisselen van wie, uh, wie deze keer zal winnen. En wat mis dus, hij nog? Welke uh, titel? Uh, voor hem de Australian Open en Wimbledon. Kan je niet zeggen. Uh... Dus uh, ja, vorig jaar won hij uh, Roland Gross en de US Open. Ja. En won ik de Australian Open en Wimbledon. En samen alle dubbels, uh, dubbels gewoon en dit jaar ook tot nu toe. Uh, dus wie weet zullen we het uh, dit jaar uh, sleren ja. En de Olympische titel nog, een enkel spel? Ja, en had, uh, en had, uh, in de In Tokio met de paar spelen. En had, uh, oh. dubbel uh, goud met Niels. En de single toen uh, uh, zilver. Wat al uh, eigenlijk een ja, fantastische prestatie ja. was. Hadden uh, we van tevoren zeker, uh, zeker voor getekend. Uh, maar nu in Parijs hopen we natuurlijk gewoon op twee goud plakken. Dat ja. zou natuurlijk het ja. uh, allermooiste uh, zijn. Dan, uh, als, dat, als dat uitkomt, dan heb ik letterlijk alles gewonnen wat ik zou ja. kunnen, kunnen winnen. Ja. Ja. Um, als je zou spelen tegen. Dus zaak is dan normale tennisers. Zou je dan kans maken of is dat een heel groot verschil? Uh, ik, ja, het ligt eraan wat welke, welke voor spelers dat zijn. Denk ik, na nou, de top 10 zal niet uh, zal haalbaar zijn. Uh, maar ik denk dat er in de top 20, top 30 zeker wel spelers zijn. Uh, ik denk dat het grootste verschil niet zozeer de snelheid is waarin ze met, tegen de bal slaan. Is. Dat, dat, zal, denk ik, dat zal wel een verschil zijn, maar dat zal niet gigantisch groot zijn. Uh, ik denk dat met name de handigheid is van gewoon volledig normaal functionerende ja. bovenlichaam, hand, armen, dat dat uh, ja. in de handigheid zeg maar met de bal, dat dat het grootste ja. verschil is, ja. ja. Heb je veel contact met valide spelers? Heb je idolen? Uh, eigenlijk als kind uh, ja, was Federer mijn, <laughs> mijn favoriete speler. Uh, ik ben onze familie uh, van bijna iedereen Federer wel het uh, favoriet. Um, de laatste jaren vind ik met Verdef uh, een leuk speler. Uh, een deel van zijn gedrag een deel gewoon zijn speelstijl is natuurlijk best wel uh, apart. En de techniek is niet uh, alledaags, niet, uh, niet alledaags nee. uh, maar het werkt wel voor hem. Um, en op toernooien, uh, uh, nou ja, zeker op de Grand Slams, als we hen zien dan, dan spreken we elkaar altijd wel heel even aan. Um, met de coach ook, uh, ook af en toe op, op de Grand Slams uh, contact. Um, gewoon heel, heel aardige uh, mensen. Dus dat, je kijkt uh, niet tegen ze op, het zijn gewoon de mensen van jou? Ja, ik denk misschien de eerste keer dat ik, dat ik zo iemand zou zien wel. De eerste keer dat ik die US Open speelde was wel even wennen dat je in een hotel zit of in de, in de, in de, um, in de lift staat met, met Kyrgios of wie uh, ja. dan ook. Dat is wil ja. wel even wennen. Ja. Um, maar uiteindelijk bij je aan het tennissen en daar ga je wel heel snel een manier aan vinden om daarmee om te gaan. Ja. Uh, dus inmiddels kijk ik ook niet echt uh, niet meer op. Uh, letterlijk en figuurlijk niet, uh, niet meer tegen ze op. Um, maar het is nog steeds natuurlijk heel bijzonder ja, om, uh, om, die, om die integratie eigenlijk met de grenslams ja. uh, te hebben. Ja. Ja. Ik ga het wel langer losspelen. Um, ik zag dat het prijzengeld was verhoogd naar 45 miljoen voor de valide sporters. De winnaar <laughs> krijgt 2,3 miljoen. Hoe ja. zit dat bij jullie? Uh, bij ons is het een stuk minder. Uh, een stuk minder ja. uh, bij, als je bij ons wint, dan krijg je uh, minder als de verliezer in de eerste ronde. Als de verliezer de eerste ronde zouden verliezen. Maar dat is nog altijd uh, 30.000, 40 40.000 euro wat de verliezende sporters krijgen. Die ja, ja zoiets ja, inderdaad. Um, um, dus dat, dat, dat is eigenlijk waar ik zeg maar, privé van, van, van leef. Ja. Um, het is niet genoeg om inderdaad, eigenlijk uh, de sport en mijn privéleven, nee. uh, om daar iets op te bouwen nee. is inderdaad niet, uh, niet, niet te betalen. Um, en eigenlijk als je kijkt naar de gewone toernooien die wij spelen, daar, stel dat ik een, eigenlijk een super series, zeg maar, zou oh. winnen, een ATP duizend zou winnen. En uh, een single en double zou je nog steeds geld verliezen. Um, dus dat eigenlijk. Koste. Vrijwel het hele jaar je geld en ja. met de Grand Slams inderdaad haal je dat voor een deel, een okay. deel in. Okay. Ja. en de ITF is helemaal... Uh... Nou, de ITF uh, Super Series inderdaad. De ITF 1 of 2 of 3 daar, nou ja, dat is dan een paar honderd euro zeg maar. Oké. Okay. Um, terwijl je al je tickets zelf moet betalen. Um, hotel zelf, uh, eten, ja. um, inschrijfgeld, alles uh, zelf betalen. Moet je inschrijfgeld betalen, je inschrijf dus, betalen uh, ja? Ja. Zo. Ja. Ja, dus uh, het is een dure, uh, dure sport. Ja. Dus uh, ja, we hebben het ook wel echt nodig met, uh, met de ja. 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 Zeker, okay. ja. Wat zijn je doelen nog in het uh, sportieve leven en in het gewone leven? Uh, het sportieve leven, ik denk dat we ze net uh, eigenlijk de grootste hebben, <laughs> hebben benoemd. Uh, Roland Garros en, uh, en met pijlen spelen volgend jaar een prijs. Twee, uh, twee grote plakken. Dat zou uh, ontzettend mooi zijn. Dan heb ik eigenlijk alles wat ik zou kunnen, kunnen winnen, heb ik, heb ik dan gewonnen. Um, nou ja, Daarna zal ik zeker niet stoppen, maar ik denk dat dat, uh, dat wel een hoogtepunt uh, zal zijn. Um, nou ja, ik, ik wil eigenlijk gewoon nog wel uh, zo lang als ik kan, uh, als ik kan doorgaan. Um, er zijn een aantal spelers, uh, en trots Dennis die uh, Shingo Kuneda, een Japanse uh, speler die bij de, bij de Open Divisie speelde. Um, die heeft in totaal 40, volgens mij 40 uh, slams gewonnen. Over de single en dubbel uh, verspreid. Nou ja, dat soort uh, dingen zal ik denk ik niet halen, maar dat, uh, dat zijn wel dingen waar je naartoe wil, uh, wil werken en wie weet uh, is het toch ooit, uh, ooit mogelijk over 10 uh, jaar. Um, ik denk dat voor mij ook gewoon maatschappelijk wel belangrijk is om, uh, om daarin uh, bij te dragen, om mensen te laten zien dat, uh, dat er meer mogelijk is dan dat mensen uh, vaak denken. Of dan dat wat andere mensen over je zouden kunnen zeggen wat, uh, um, wat wel of niet mogelijk is. Dat je vanuit jezelf toch wel uiteindelijk merkt wat wel of niet mogelijk is. Um, eigenlijk wat, ja, wat, wat ik zeker na de kanker eigenlijk uh, wil doen is gewoon van elke dag genieten. Ja. Uh, van de kleine dingen genieten. Um, ja, want je weet niet wanneer het, uh, wanneer het in één keer uh, voorbij is. Ja. Um, dus eigenlijk gewoon van elke dag uh, genieten, ja. Oké. Okay. Ja. Goede afsluiting. Ja. Gaan we nog die nee-vragen doen? Yes. Je mag uh, <laughs> weer eentje keer passen. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Ja. Barbara Schreuder. Ja of nee? Nee. Nee? Of ja... Uh... Ik weet niet wat te van haar is. Het, nou ja, op schouder, maar... Ja. <laughs> Oké, okay, ik zeg ja. is je moeder, toch? Ja, nou ja dat is mijn moeder. Ja, zeker. TC ja. Keerweide. Ja. Zonder voeding. Nee. Tineke en Pierre Grubbels. Ja. Stoma. Ja. Grastennis. Ja, zeker. Mobiele telefoon. Ja. Laura. Ja, geen verrassing. Voldoende aandacht voor rolstoeltennis momenteel. Ja, zeker. Jo, Broens. Ja, absoluut. Wil jij ergens op terugkomen, Sam? Uh, ergens op terugkomen. Nee, ik denk dat we eigenlijk wel een nou, heel groot gedeelte van mijn leven hebben, hebben besproken. Ik vond het wel leuk om op alles uh, terug, te, terug te kijken. Oké. Ja. Okay. ja. Nou, dan wil ik jou hartelijk danken voor, uh, voor je komst naar de studio. Ja, jij ook. En Dankjewel. heel veel succes uh, bij de French Open, Roland Garros. Ja. wel. Daarna ga je meteen door naar Wimbledon, denk ik? Ja, ja vrijwel meteen. Daarna nog één uh, gravel daarna en dan uh, eigenlijk twee weken daarna zwemmen we dan alweer. Dat zit inderdaad heel dicht uh, op elkaar, ja. ja. En de rest zit je tot september vol, zei je moeder? Tot, uh, ja, eigenlijk tot, uh, tot half september heb ik eigenlijk vrijwel elke paar weken uh, toernooien. Dan gaat even acht weken uh, trainen en dan zijn er s het laatste snor van het jaar. Dus dan 2 k En Barcelona. Ja. ja. Dus ik uh, ben op zich wel blij dat het redelijk in de buurt is ja. binnen Europa in ieder geval. Geen, uh, geen heel lange vlucht, uh, geen, uh, geen tijdsverschil. Dan, uh, dus dat is wel, uh, wel fijn ja voor een keer. Ja. Oké. Okay. Ja. Nogmaals dank en succes. Dankjewel. Dankjewel.